Ik heb afgesproken met een gerenommeerde filmproducent. Omdat, kijk, Dirk Scheringa die biedt ons de rechten, de filmrechten van zijn boek over de ondergang van de DSB-bank. Ja, ik weet niet wat het waard is en ik hoop hij wel. Meneer Van der Westerlaken, u bent filmproducent. Ja. U heeft veel films geproduceerd in uw leven, klopt dat? Ja, hoeveel? Een stuk of 20. Een stuk of 20. Dit zijn prijzen die u heeft gewonnen? Ja, Gouden Kalver, hè? De echte ja. Gouden Kalf. Ik wil u wat vragen. Dirk Scheringa die heeft mij 25% van de filmrechten van dit boek aangeboden. Ja. Het gaat over de ondergang van zijn bank. Mm-hmm. En ik ben benieuwd of dat wat waard is. Ja. Wat de gekke voor geeft, ben ik bang. Meer is het niet. Wat de gekke voor geeft? Ja. Zolang er geen greintje financiering voor een film is, zijn de filmrechten ook niks waard. Je bent bij Dirk Scheringa zelf geweest? Ja, Dirk Scheringa. Want die is er zelf mee bezig geweest, weet ik. Sterker, het is me alles aangeboden. Het soort is je alles aangeboden? Ja, jaren geleden. Toen het was er nog niet zo lang uit. Ik geloof dat het via Pieter Storms was en Frans Afman. Bankier van de filmwereld, zoals hij vroeger heette. Met Frans ben ik toen afgereisd naar de Stolboerderij in, hoe heet het daar, Wognum. En daar zat een man aan tafel. Die had een heel financieringsplan voor de verfilming van dit boek. Het moest een Hollywoodfilm worden. Moeiteloos zou hij 50 miljoen ophalen voor de verfilming van dit boek. Na 10 minuten had Pieter het wel weer gezien en zei: beste Dirk, laat je niet voor de gek houden, dit is gewoon oplichting. Goedemiddag. En verliet het pand. Stefan, ik kom hier tot de ontdekking dat Dirk Scheringa heeft geprobeerd om hier een film van te maken en dat het hem niet gelukt is. En nu wil hij met ons ruilen. En nu wil hij het met ons ruilen. Ja. Het lijkt me een kat in de zak. Het is toch weer Dirk Scheringa. Is dit typisch voor Dirk Scheringa, denkt u? Ja, het doet wel een beetje als een rommelhypotheek, denk ik. Stefan? Ja? Ik stuur Dirk Scheringa een sms'je dat we niet met hem gaan ruilen. Maar Albert, moet je niet even langs bij Dirk? Ja, dat zou wel netjes zijn, maar die man die woont helemaal in Wognum. Dus ik stuur een sms'je. Er zijn mensen die maken hun verkering uit met sms. Dus ik kan best die man afzeggen met een sms'je. Hopen dat er wat beters komt. Hopen dat er wat beters komt.